Dank u wel en hartelijk dank voor de introductie, de uitnodiging. Het is een hele eer om hier te staan met zo'n mooi thema deze middag. Het is ook een hele uitdaging, want hoe pas je koloniale geschiedenis in Indonesië vanuit een vrouwelijk perspectief in 20 minuten? Dat is lastig, zo niet onmogelijk. Maar ik zal toch een poging doen om in ieder geval een korte inleiding op het thema te bieden, waarbij ik in de eerste helft van de lezing een historische context schets vanuit dat vrouwelijk perspectief en daarna wat concrete voorbeelden geef. En hierbij vraag ik me af, is het eigenlijk wel zo lastig om wat te zeggen over vrouwen in Indonesië en voormalig Nederlands-Indië? En ik wil het vooral hebben over de bronnen die we daarvoor zouden kunnen gebruiken. Dat doe ik aan de hand van mijn eigen onderzoek naar de vrouwen in mijn familiegeschiedenis. Mijn grootouders zijn in 1955 van Surabaya naar Nederland gekomen met hun twee kinderen. Hier ziet u het gezin op de passagierslijst van de Zuiderkruis. En onder die twee kinderen was onder andere mijn moeder. Een familiestamboom, opgesteld door genealoog Roel de Neve, leidt terug naar de vroege 18e eeuw. Koert Rozenquist was de eerste die met deze achternaam met de VOC in 1735 naar Azië ging. In deze stamboom en in veel Indo-Europese familiegeschiedenissen is er vooral veel informatie te vinden over de mannen in de familie. Maar Koert Rozenquist die trouwde, en wel met Jacoba Happon, een Europees-Aziatische vrouw. En via hun nakomelingen komen we bij mijn overgrootmoeder, de moeder van mijn oma Cornelia Frederica Rozenquist. Voor mij is het de vraag bij het boek dat ik nu aan het schrijven ben, hoe is het al die voormoeders allemaal bij elkaar eigenlijk verlopen en wat zegt dat dan over die koloniale geschiedenis? Maar eerst de beloofde historische context. Vooropgesteld, er is natuurlijk al ontzettend veel onderzoek gedaan naar genderverhoudingen in voormalig Nederlands-Indië. En ik heb een paar voorbeelden hier op de slide, maar het is ongetwijfeld niet alles wat er al gedaan is. De Njai van Reggie Bai is hier vermoedelijk wel bekend. Ik geloof dat hij ook eerder is komen spreken bij de Indië-lezing. Zoals ik zei, dit zijn zeker niet alle onderzoekers die zich met het onderwerp hebben beziggehouden. Dus als we zeggen dat er heel weinig bekend is over vrouwen in het koloniale verleden, dan valt dat eigenlijk wel mee. Het is alleen zo dat het lange tijd vooral over mannen ging en dat perspectief dat overheerst nog steeds. Nou, vandaag kijken we dus naar die andere kant. Voor de historische context moeten we terug naar de vroege 17e eeuw. In die tijd verliep de migratie van vrouwen uit Europa naar Batavia niet zo succesvol. En rond de helft van de 17e eeuw werd dan ook besloten dat vrouwen niet meer uit Europa mochten migreren. Andersom mochten Aziatische vrouwen en hun kinderen ook niet mee naar Europa. Europese vrouwen mochten niet meer komen, omdat men dacht dat Aziatische vrouwen meer geschikt waren voor het tropisch klimaat. Men verwachtte dat ze ook wat minder veel eisend zouden zijn wat betreft de materiële standaard. Dus dat ze dan minder van hun man zouden vragen. De regelgeving van wie waarheen dus niet mocht migreren, was ook bedoeld om Europese mannen aan het land te binden. Als ze vrouwen en kinderen daar kregen, dan zouden ze niet zomaar teruggaan naar Europa. Zeker niet als die vrouwen en kinderen dus niet mee mochten komen. En de compagnie had een groot tekort aan personeel. Dus het was wel in het belang van de VOC om mannen daar te houden. En dat deden ze dus onder andere door deze soort van bevolkingspolitiek, kan je wel zeggen. Dus we zien al in de 17e en 18e eeuw dat veel Europese mannen kinderen kregen met Aziatische vrouwen. Soms was dit vrijwillig, en soms vond er zelfs een huwelijk plaats waarvoor vrouwen wel moesten bekeren tot het christendom. Maar vaak was er sprake van dwang. En ik heb het tot nu toe heb het expliciet over Aziatische vrouwen, omdat veel van de vrouwen in slavernij zijn aangevoerd. Dus we weten niet altijd waar ze vandaan kwamen. En het was zeker dat ze niet alleen maar kwamen uit het gebied dat we nu kennen als Indonesië. Europees-Aziatische kinderen konden worden geadopteerd door de Europese vader. Maar het kwam natuurlijk vaak genoeg voor dat hij dat niet deed. En als de moeder vrij was, dan kon ze zo teruggestuurd worden naar het dorp waar ze vandaan kwam. En een vrouw in slavernij die had helemaal geen mogelijkheden.
Maar door de adoptie van kinderen, wat dus heus wel gebeurde, die daarmee ook een Europese achternaam kregen, ontstond al vroeg een bevolkingsgroep die we later als Indo-Europeanen kennen. In de 19e eeuw veranderde de situatie door de afschaffing van de slavernij. Het gebeurde vaker dat Europese ongetrouwde mannen, die zich nog niet formeel wilden binden, wat ze noemden huishoudster, wat ook bekend als njai, in dienst namen met wie ze maar al te vaak kinderen kregen. Op papier was het dus vergeleken bij die slavernij vrijwillig, maar ja, je kan je daarbij nog steeds afvragen wat is vrijwillig als je nauwelijks wat hebt om van te leven. Hiernaast waren er natuurlijk ook vrouwen die in de militaire barakken terechtkwamen, waar de meeste Europese mannen te vinden waren in deze tijd. En de levensomstandigheden van deze vrouwen waren mogelijk nog erbarmelijker. Overigens, als we het over deze mensen hebben, dan moeten we ons wel realiseren dat het kleine aantallen zijn waar we het over hebben. De hoeveelheid Europeanen in de 19e eeuw ging een kleine 150.000 in totaal naar Indië, voornamelijk mannen. En het grootste deel van hen kwam overigens pas na de opening van het Suezkanaal in 1869. En natuurlijk mede door de opkomst van de stoomvaart. De verbinding met Nederland werd betrouwbaarder, sneller en meer mensen kwamen daardoor naar wat toen Nederlands-Indië was. Ook de afschaffing van het cultuurstelsel, de opening van de markt voor particulieren draagt hieraan bij. Er komen steeds meer gelukzoekers uit Nederland. En dat waren vaak jonge, vrijgezellen, ongebonden mannen. Zij wilden niet altijd direct trouwen. En ook veel van hen maakten seksueel gebruik, misbruik van hun Aziatische huishoudster. Soms leidde dit tot huwelijken, maar vaak genoeg werd de vrouw op den duur aan de kant gezet. Ze had geen rechten, ook niet over de kinderen op het moment dat die eenmaal erkend waren door de Europeanen. Nog weer later, vooral vanaf het eind 19e en begin 20e eeuw, verandert het karakter van die koloniale bovenlaag verder. Nu wordt het steeds gebruikelijker om ook vrouw en soms gezin uit Nederland mee te nemen. De kolonie vernederlandst, al hebben we het dus nog steeds over een hele kleine hoeveelheid mensen op de totale bevolking van ongeveer 60 miljoen. Er komen voor Nederlandse vrouwen steeds meer handleidingen beschikbaar om hoe je je in de tropen moet voorbereiden. Dat ging niet alleen maar over welke kleding te dragen en dergelijke, maar zeker ook hoe je met Indonesisch personeel zou moeten omgaan. Want Europese en veel Indo-Europese huishoudens hadden in deze tijd eigenlijk als vanzelfsprekend een aantal bedienden die tegen niet al te hoog loon in dienst waren. Dus als we het over vrouwen hebben in de koloniale huishoudens, dan moeten we het dus zeker niet alleen over de moeders van Indo-Europeanen hebben, maar zeker ook over wasvrouwen, marktvrouwen, de koks, de verkoopsters, de kindermeisjes. Uiteindelijk is vooral deze meest recente migratie van vrouwen uit Nederland, met name in de 20e eeuw, de reden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog er veel vrouwen in Japanse kampen terechtkomen. Het waren natuurlijk vooral Europeanen die in deze tijd geïnterneerd werden. Veel Indo-Europeanen, zeker degenen die konden laten zien dat ze een Aziatische moeder hadden, werden juist tot de Aziatische bevolking gerekend. Niet allemaal natuurlijk, maar wel veel. Juist die oorlog wist veel van de traditionele verhoudingen wat betreft gender te ontwrichten. Zo kunnen we in het proefschrift van Esther Captain lezen over de manier waarop mannen en vrouwen van elkaar gescheiden werden in kampen. En dat hierdoor, zeker in de loop van de oorlog, steeds meer lasten op de schouders kwamen van vrouwen die normaal gesproken dat werk aan mannen overlieten. Veel van deze Nederlandse burgers zouden tot de eerste behoren die na 1945 terug naar Nederland gingen. In feite de echte repatrianten die teruggingen naar het land waar ze geboren waren. Zoals we weten was de oorlog niet voorbij op het moment dat het hier in Nederland vrede was. De 75 jaar vrede die we nu vieren. En ook na de Japanse bezetting volgde de bloedige onafhankelijkheidsoorlog. En ook hier verstoorde de oorlogssituatie de gebruikelijke verhoudingen. Niet alleen omdat de voorheen gekoloniseerden nu in oorlog waren met de kolonisator, maar ook omdat de voormalige elite, nu inclusief veel Indo-Europese mensen, geïnterneerd bleef of werd in kampen, wat natuurlijk veel invloed had op het dagelijks leven. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook bedenken dat oorlogssituaties vooral voor vrouwen specifieke risico's van seksueel geweld met zich meebrachten. Moeders verloren kinderen, vrouwen hun echtgenoten of ze kwamen zelf om het leven bij het geweld.
nadat Nederland in 1949 accepteerde dat Indonesië onafhankelijk was, groeide in de jaren 50 de stroom migranten naar Nederland. Niet zonder slag of stoot, want juist nu werd het argument weer van stal gehaald dat mensen van gemengde afkomst zo goed geworteld waren in het voormalig Indië en dat ze dus beter in de tropen konden blijven. Nederland zat niet te wachten op migranten die elders waren geboren, zeker niet als ze deels van Aziatische afkomst waren. Dus hier zien we ook weer dat er geprobeerd wordt om een bepaalde bevolkingspolitiek te spelen. En u weet natuurlijk allemaal hoe dat is afgelopen. Nou, daarmee zijn we een soort van in vogelvlucht door de jaren heen gegaan, met nadruk op die positie van de vrouw. In het tweede deel van de lezing wil ik naar wat specifieke voorbeelden kijken in het onderzoek dat ik doe naar de vrouwen in mijn eigen familiegeschiedenis. Toen ik aan het onderzoek begon, dacht ik dat zeker als we het over de 18e eeuw hebben, waarvan ik dus die namen had, dat daar weinig over te vinden zou zijn. Als je VOC-archieven kijkt, dat is gericht op winst maken, handel, dingen die allemaal door mannen werden uitgevoerd. Maar als je andere vragen stelt aan het materiaal en op zoek gaat naar vrouwen, dan blijkt er opeens best wel wat beschikbaar te zijn. Het gaat wel erg om wat de positie van die vrouw was. Laten we beginnen bij de genoemde Jacoba Happon. Dankzij dat genealogische werk van de neven wist ik al veel over haar. Ze was dochter van een opperkoopman en later gouverneur. Ze had een aantal zussen die net als zij met VOC-mannen trouwden. Ze woonde in Makassar. En ze was een mestize vrouw, wat ze het zo noemde. Een vrouw van Europese Aziatische afkomst. Nou, eenmaal in het VOC-archief bleek er nog wel meer over haar te vinden. Ik vond details over de erfenis die de zussen kregen na de dood van hun vader. Ik stuitte op belastinggegevens van die vader, die me lieten zien dat het gezin in het hoge pad of op het hoge pad naar Bontualak woonde. Daarvan is toevallig ook een tekening gemaakt die u hier ziet. Dus dan kom je opeens heel dichtbij, terwijl het toch een tijd geleden was. Er was zelfs een rechtszaak waarin Jacoba na de dood van haar tweede man was betrokken. Hierin vertelt ze dat ze tegen die tijd 7 kinderen had. Was ik ook nog niet tegengekomen. En ook laat de zaak zien hoe haar tweede man deelnam aan de slavenhandel tussen Makassar en Batavia in. Jacoba was, dat blijkt uit die zaak, goed op de hoogte. En ze zal waarschijnlijk, zoals veel echtgenoten in die tijd, wel betrokken zijn geweest met de handel van haar man achter de schermen. Ik vond later in de 18e eeuw een overzicht van de inboedel die ze van haar zus erft. Kleding, juwelen, meubels, huizen, maar ook heel wat mensen in slavernij. Het laat zien dat je best wat te weten kan komen over vrouwen in die tijd, maar dat de bronnen wel vaak om bezit draaien. Overdracht van bezit, ruzie om bezit, belastingen, dat soort dingen. Uiteindelijk blijft voor mij natuurlijk wel de vraag, wie was nou Jacoba's moeder? En dat is ingewikkelder. Dan kom ik niet verder dan een testament van een van Jacoba's zussen. Zij is Anna Happon. Zij heeft aan haar moeder, de inlandse vrouw Sarah van Bima, 100 rijksdaalders nagelaten na haar dood. Deze vrouw, Sarah, zou ook Jacoba's moeder kunnen zijn geweest, maar dat kan je natuurlijk niet zeker weten op basis van deze gegevens. Dat is meer een vermoeden. Dat ze van Bima komt, een eiland een stuk verderop, lijkt erop te wijzen dat ze destijds tot slaaf is gemaakt en gedwongen in Makassar is terechtgekomen. Als we meer willen weten over vrouwen zoals zij, dan zullen we dus het net wat breder moeten werpen. Dit is één testament waar ik naar heb gekeken, maar je hebt een hele serie ervan. En als je daar wat meer gaat analyseren hoe vrouwen zoals zij behandeld werden, dan zie je bijvoorbeeld in verschillende testamenten uit Makassar dat het niet zo ongebruikelijk was dat Europees-Aziatische vrouwen in Makassar geld nalieten aan hun Aziatische moeder. Daar heb ik verschillende voorbeelden van gevonden. En dat zegt natuurlijk iets over de band die nog onderhouden wordt ver na de geboorte van het kind. Kortom, je kan veel over vrouwen te weten komen, ook over Aziatische vrouwen, maar de positie van de vrouw heeft invloed op de manier waarop je wat over hen kan achterhalen. En eigenlijk zie je hetzelfde voor de vrouwen in de stamboom in de 19e eeuw. Van de vrouw Betja wist ik eerst, toen ik aan dit onderzoek begon, niet eens de naam. Alleen via een omweg, door de trouwakte van haar zoon, kom ik uiteindelijk te weten, met een beetje hulp, dat ze op dat moment in Surabaya woonde en dat zij als inlandse vrouw geclassificeerd werd. Waarschijnlijk was ze dus een Javaanse vrouw.
De volgende generatie, Delia Augustina van der Worm, is weer heel wat meer over te vinden. Wie haar ouders waren en zelfs haar grootmoeder. Haar grootmoeder was een vrije vrouw die waarschijnlijk Javaans was. Haar naam was Klommo. Dankzij Delia's geboorteaangifte is tot detail bekend wanneer ze was geboren. Niet alleen wat betreft datum, maar zelfs dat ze om 8 uur in de ochtend was geboren. Na haar huwelijk kunnen we natuurlijk veel over haar leven nagaan. Via de carrière van haar man, maar ook door familieberichten in de krant en door familieverhalen. Van Delia hebben zelfs een aantal foto's. Nou, alles bij elkaar kwam ze niet uit een specifiek rijke familie, eigenlijk verre van. Maar toch had ze een relatief geprivilegeerde positie die ervoor zorgde dat op verschillende manieren bronnen over haar leven zijn overgeleverd. En eigenlijk zien we dat ook in de 20e eeuw datzelfde gebeurt. Wat deze tijd betreft kan ik gebruik maken van familieverhalen van mijn oma, die weer de dochter was van Cornelia Rozenquist. Mijn oma deelde met ons verhalen over haar leven in de oorlog, maar zeker ook over de oorlog zelf. Ze was jong, verpleegkundige in Surabaya en maakte in februari 1942 mee dat de stad gebombardeerd werd. Met name voor de marine strategisch belangrijke haven van de stad natuurlijk. Toen eenmaal de stad door de Japanners bezet was, is ze de stad uitgevlucht. Ze deelde herinneringen over brandende huizen, over haar angst voor Japanse soldaten, over onzekerheid, over haar oudere broers die in militaire dienst waren. Zij en haar zusje werden niet geïnterneerd. En zij en haar zusje zijn uiteindelijk voor veiligheid naar familie wat een stuk verder buiten de stad gegaan. Na de Japanse capitulatie en de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië is ze wel een tijd geïnterneerd met de rest van haar gezin. Voor mensen in Indonesië was op dit moment de oorlog nog niet voorbij. Ook over het kamp heeft mijn oma, hoewel ze voorzichtig was om ons te beschermen, verhalen verteld. En verhalen van Indische vrouwen zoals zij zijn belangrijk. Die verhalen die moeten we blijven vertellen. Maar tegelijkertijd zijn dit niet de enige verhalen die van belang zijn als we meer willen weten over kolonisatie en decolonisatie. Ik kan het mijn oma helaas niet meer vragen, maar nu zou ik eigenlijk ook willen weten. Hoe zat het met de Indonesische vrouwen die bijvoorbeeld voor de familie werkten? De vrouwen die misschien hun baan kwijtraakten door de omstandigheden, die honger leden, die familie hadden, die in deze oorlogstijd vochten. Vrouwen die ook vaak geliefden verloren, zelf gevaar liepen. Gelukkig wordt er naar dit perspectief steeds meer onderzoek gedaan en dat is belangrijk. Het is niet eens zo lang geleden deze geschiedenis en toch is er ook in de recente geschiedschrijving bij ons hier in Nederland veel meer bekend over bepaalde groepen vrouwen dan over andere. Omdat mensen over hun eigen verhalen vertellen, is dat begrijpelijk. Maar als we meer willen weten over de maatschappij, zullen we ook verder dan de eigen verhalen moeten kijken. Zouden we naar verhalen van anderen moeten luisteren. Kom ik tot conclusie. Door alleen te kijken naar of iemand man of vrouw was, kom je er zeker niet als je de koloniale samenleving wil doorgronden. Of we nou over de 18e eeuw praten of over de 20e eeuw, dat gegeven blijft in feite hetzelfde. Ik vind deze afbeelding die ik hier heb staan eigenlijk daar wel een mooi symbool voor. Hier zien we allemaal vrouwen op deze afbeelding, maar ieder heeft zijn eigen positie en perspectief. De machtsrelaties die speelden in de kolonie wat betreft afkomst, gender, kleur, klasse en een combinatie, die machtsrelaties zijn in feite gereproduceerd door de, voornamelijk mannen, die het archief produceerden. En als we als geschiedschrijvers niet uitkijken, dan reproduceren we die machtsrelaties weer. Door met name aandacht te besteden aan de mannen met macht die zo goed in dat archief vertegenwoordigd zijn en die eigenlijk ook wel een stukje makkelijker te vinden zijn. Dat wil zeggen dat als we meer willen weten over sommige groepen, vooral gekoloniseerde, mensen uit lagere klassen, dat we andere vragen moeten stellen. Dat we niet alleen heel belangrijk onderzoek doen naar de verhoudingen in Japanse interneringskampen, de Bersiap-kampen daarna, maar dat we bijvoorbeeld ook kijken naar genderverhoudingen in Bovendiegel, het kamp waar veel Indonesiërs die verdacht werden van communistische sympathieën in de jaren 20 en 30 zonder rechtspraak werden opgesloten. Ook moeten we verder kijken dan de gebruikelijke bronnen. En dat betekent ook dat een strikt genealogische benadering eigenlijk tekortschiet en dat je daar toch wel wat breder moet gaan kijken.
Juist als we naar Aziatische vrouwen, de oorspronkelijke bevolking, willen kijken, zullen we verschillende verhalen moeten combineren. En juist waar het ondergerepresenteerde mensen betreft, zullen we ook andere methodes moeten hanteren. En ik hoop dat ik daarmee een mooie opmaat bied naar een middag waar juist verschillende creatieve benaderingen centraal staan. Die wat mij betreft op een waardevolle manier suggesties geven over hoe de levens van ondergerepresenteerde vrouwen verbeeld kunnen worden. Wat ongetwijfeld ook weer nieuwe vragen oproept en hopelijk verder inspireert tot nieuwe benaderingen. Bedankt voor uw aandacht.